Хорошо. Dan door de vandaag gelezen. Ik hoor het volgende wel. Het zwarte paard hebben gehad. Het visioen van Mekong Lenny ook. Ik hoor bij de volgende. Ja. De droom van Owen O'Mulready. Nee. Owen? Owen. Nee, Owen. Lang geleden woonde er in de omgeving van Ballagadarine eens een man die Owen O'Mulready heette. Hij werkte voor de plaatselijke landheer en was een rustig en tevreden mens die voor de wind ging. Samen met zijn vrouw Margaret bezat hij een leuk klein huisje en kon hij genoeg aardappels verbouwen om het jaar mee door te komen, naast het loon dat hij van zijn meester ontving. Owen kende geen enkel ongerief, alleen veranderde hij erna een keer te dromen, want dat had hij nog nooit meegemaakt. Op een dag, toen hij aardappels aan het rooien was, kwam zijn meester, James Taffy, naar het landje. Ze maakten een praatje, zoals hun gewoonte was. Het gesprek kwam op dromen en Owen vertelde dat het zijn grootste wens was er een te krijgen. Vandaag kun je er een krijgen, zei mijn meester, als je doet wat ik je zeg. Dat zal ik maar al te graag doen, zei Owen. Wel nu, zei zijn meester, als je vanavond thuis komt, doof dan het vuur in de haard. Maak daar je bed op en ga er slapen. Je zult dan voor het ochtend wordt meer dan genoeg dromen. Owen beloofde dat hij dat zou doen. Maar toen hij het vuur uit wilde maken, dacht Margaret dat hij gek geworden was. En dus legde hij eruit wat James Taffy hem had opgedragen en ging verder, waarna ze samen in de haard gingen slapen. Owen was pas kort in slaap toen er op de deur werd geklopt. Sta op, Owen O'Mulready, zei een stem, en ga met een brief van de meester naar Amerika. Owen stond op en trok zijn schoenen aan, blij zichzelf zeggend, je bent wel laat, boodschapper. Hij nam de brief, vertrok en draalde niet voor hij aan de voet van de slapkaan was gekomen. Daar zag hij een jongen met een kudde koeien tegen. God zegene je, Owen O'Mulready, zei de jongen. Laat God en Maria jou mogen zegenen, mijn jongen, zei Owen. Iedereen kent mij, maar ik ken geen mens. Waar ga je naartoe op dit uur van de nacht? Vroeg de jongen. Ik ben op weg naar Amerika, met een brief van de meester. Loop ik zo goed? Vroeg Owen. Zeker, ga rechtdoor naar het westen. Maar hoe wil je het water oversteken? Vroeg de jongen. Ik heb nog alle tijd om daarover na te denken voor het zover is, antwoordde Owen. Hij ging verder tot hij bij de kust was. Daar stond een kraanvogel op één poot op het strand. God zegene je, Owen O'Mulready, zei de kraanvogel. Dat God en Maria u mogen zegenen, mevrouw kraanvogel, zei Owen. Iedereen kent mij, maar ik ken geen mens. Wat doe je hier? Owen legde het haar uit en vertelde dat hij niet wist hoe hij de zee moest oversteken. Ga maar op mijn rug zitten, met je voeten op mijn vleugels, zei de kraanvogel. Dan breng ik je naar de overkant. Maar wat moet ik dan doen als u moe wordt voor we er zijn? Vroeg Owen. Maak je geen zorgen. Ik word niet moe onderweg. Owen ging op de rug van de kraanvogel zitten. Ze steeg op en vloog weg. Maar halverwege riep ze, Owen O'Mulready, ga van me af, ik ben moe. Ik hoop dat je er over een jaar nog 7 keer zo beroerd aan toe bent, je ellendig beest, zei Owen. Ik kan nu niet van je af, dus vraag het me ook niet. Dat is niet erg, antwoordde de vogel. Als je maar even van mijn rug gaat, zodat ik op adem kan komen. Op dat ogenblik zagen ze dorsters boven zich. En Owen riep, dorster, dorster, geef me even je vlegel aan, zodat de kraanvogel op adem kan komen. De dorster stak een vlegel naar hem uit, maar toen Owen hem had beetgepakt, vloog de kraanvogel weg, lachend en hem bespottend. Ik wens je een hoop narigheid toe, riep Owen. Jij laat me hier tussen hemel en aarde hangen, midden boven de zee. Al gauw riep de dorster naar hem toe dat hij de vlegel los moest laten. Ik laat hem niet los, schreeuwde Owen.
Moet ik soms verdrinken in de zee? Als je niet loslaat, snijd ik de riem door. Mijn best, zei Owen. Ik heb de vlegel. Hij keek in de verte en daar zag hij zowaar een boot naderen. Beste zeeman, kom alsjeblieft hierheen, riep Owen. Misschien kun je me opvangen. Zijn we al onder je? Vroeg de zeeman. Nog niet, riep Owen. Gooi een van je schoenen naar beneden, zodat we zien waar hij neerkomt, zei de kapitein. Owen bewoog zijn voet heen en weer en daar ging de schoen. Oh, wie probeert me te vermoorden? Schreeuwde Margaret vanuit het bed. Owen, waar ben je? Ik wist niet dat jij daar was, Margaret. Natuurlijk wel, zei ze. Wie had je anders verwacht? Ze stond op en stak een kaars aan. Ze trof Owen halverwege de schoorsteen waar hij ingeklommen was. Hij was pikzwart en had nog maar één schoen aan. Met de andere had hij Margaret geraakt. Daardoor was ze wakker geschrokken. Owen kwam naar beneden en waste zich. Daarna verlangde hij er nooit meer naar om nog eens te dromen. Nou, dan droom je maar liever niks. Ja. Dan, Ja, omdat je vrouw een schoen in gezicht schopt.